zijn net bij deze stam, die wordt gezaagd. Die is een onderdeel van de kapconstructie. De kromming van die stam is heel belangrijk, dus daar heb ik hem ook op geselecteerd. Die jongens die leggen hem nu in de goede volgorde neer. Daarna gaan we nog een keer kijken welke diktes dat hem exact gaan inzagen. Als we dat helder hebben, en we hebben daar min of meer ook al afspraken over gemaakt, gaan die jongens die balk nu helemaal opzagen in de juiste afmetingen. En dat hout gaan we straks gebruiken als een van de hoofddraagbalken van de kap van de molen. How's it going there? Okay, I didn't receive the buttons yet. Hopefully the lorry will come today, but they said to me they're gonna deliver it Tuesday. We zijn nu bezig met de basisconstructie van de kap, om die nu helemaal klaar te maken. Ja, de afgelopen maanden hebben we heel veel streubelingen gehad om technisch tot een goede oplossingen te komen, die ook weer passen binnen de oorspronkelijke ontwerpen die er waren, maar ook met name qua tijd en uitvoering van hoe komt alles. Ja, en daarvoor moest toch wel, ook vanuit Engeland en vanuit onze kant, moest er toch wel wat hobbels op de weg gladgestreken worden. Maar we zijn nu eindelijk zover dat we nu ook echt gas kunnen gaan geven op het project, omdat technisch nu ook bekend is hoe we het allemaal willen hebben bovenin. Ja, dat moest toch allemaal weer helemaal opnieuw worden uitgezocht. Thank you.
zijn nu echt met een goede constructieve manier zijn we vanuit Engeland en Nederland zijn we nu samen bezig om een goed concept te maken wat naar ons idee gewoon strekt goed past, of goed past, het past. Daar ben ik gewoon heilig van overtuigd. Dus dat gaat helemaal goed komen. We zijn nu al een behoorlijk vergevorderd stadium. We zijn met de laatste spandwerk zijn we bezig. Dat ronden we af deze week. Gaan we volgende week en die weken erop gaan we veel meer bezig met het gaande werk van de hele kap. We lopen nog steeds wel behoorlijk achter in het schema. Dus het is nog steeds alle hens aan dek en goed de kappen bijhouden en gewoon door blijven gaan. Maar ja, er zijn zoveel dingen die vragen zoveel tijd. Dus het is allemaal met elkaar even behoorlijk doorzetten op dit moment. I'm Vincent Pargeter, and I've been working on windmills now for about 40 years. Herman was put in touch with me, and from then on it took off. I went over to Jerusalem to have a look at the windmill. I didn't really know what to expect, and I went over there and I was rather disappointed to find that it was in fact an empty shell. It got on very well with William. I think we sort of hit it off straight away, because he's got a very similar attitude to mills that I have. He's a real enthusiast as well as being professional. He wants to know it all, and so do I. So, we're learning. You never stop learning on a job like this. I've been doing mills for over 40 years now, and I learn something new every day, so you never know it all. The situation now is that we're quite well on into the work. Virtually all the designs are finalised. A lot of the parts have been made. But there's still quite a bit to do. We zijn in feite zover dat de kapconstructie in grove lijnen helemaal klaar is nu. Ik
heb van de week vanuit Engeland ook weer eens een zending gehad met onderdeeltjes. Die liggen hier ook allemaal weer verspreid, dus we kunnen nu daadwerkelijk de gaande werken pas gaan maken en een beetje in de kap gaan positioneren. Als alles dus klaar is, gaat alles weer uit elkaar. Een molen is altijd zo gemaakt, alles kan weer uit elkaar. Het is allemaal pen- en gatverbinding. De tickets zijn geboekt, dus dat maakt het nog spannender. Dus 11 april gaan we weg. Dus ja, dan moet ook echt alles moet klaar zijn. De bedoeling is dat we 6 april de laatste containers de deuren sluiten. Dus dan moet ook alles afgerond zijn. We lopen nu tegen het einde van het project, of eigenlijk tegen de tijd die ons beschikbaar is. Volgende week gaan wij weg met het vliegtuig. Die tickets zijn al geboekt, dus we kunnen niet terug. Ja, als we goed wilden doen, dan waren we nog een maand tijd nodig om alles echt tot in de puntjes klaar te kunnen krijgen. Helaas hebben we die tijd niet en we lopen echt tegen het einde aan. Dus het is gewoon echt heel hard buffelen op dit moment om alles klaar te krijgen. Ja, realiseren dat we eigenlijk vanaf vorig jaar zomer tot nu toe een complete molen aan het bouwen zijn. Mijn Engelse collega die heeft de handdoek een beetje in de ring gegooid. Die zag het niet meer zitten om alles op tijd klaar te krijgen. Maar ja, dat zijn ook allemaal weer zorgende dingen. Het is echt bikkelen. Tussen molen in ben ik er niet helemaal klaar voor. Maar dat is een knop die je even om moet. En ja, je wilt alles 100 punten perfect doen en dat lukt nu helaas niet. Dus. Dus even keuzes maken. Kun je daar nog goed maken? Ja, ik hoop het wel. Nee, daar ga ik wel vanuit dat we het daar goed kunnen maken. Alleen dat betekent wel dat je daar niet een zorgeloze tijd hebt van we zetten het even in elkaar en we genieten ervan. Van nee, het wordt daar ook nog wel even doorzetten. Willem en Harm die zijn nu naar Jeruzalem. Ik heb net het bericht gehoord dat vanmorgen is de eerste container, die hebben ze dus geleegd. Dus die is op de dag af, is het precies op tijd is hij daar aangekomen. En dus die kennen daar nu aan de slag. En wij zijn hier nou, we hebben hier de afgelopen paar dagen, hebben dus wat hier gereed gemaakt was, hebben we gesloopt. Of ja, gesloopt tussen aanhalingstekens natuurlijk. Maar dat wordt nu dus verzending klaargemaakt. We hebben de eerste stuk delen van de weekend hebben we dus nu in de container geladen. En we zijn nu bezig om de rest gaan we nu de komende 2 dagen gaan opladen. En dan vrijdag gaat het spul ook op transport naar richting Jeruzalem. Moet het wel goed vastgezet worden, want anders dan krijgen ze daar sloophout in plaats van bouwhout. We hebben gigantisch veel zin in de komende periode. En nu vandaag eerst hier. Ja, het is ook machtig om hier weer te zijn. Leuk om alles te ontdekken. We hadden een bespreking. We hebben eerst even de belangrijkste punten voor morgen besproken. Voordat we begonnen met overleg zijn Harm en ik even door de molen heen geweest. En dan kwamen toch alweer de eerste kleine hiaatjes wat tegen. De probleempjes die we recht moeten breien. Dit is de Raadsmastoor in Jeruzalem. Nee, dit is de ijzerwarenwinkel in Jeruzalem waar we nu zijn. Dus dit is voor mij ook helemaal nieuw. Dit is een geweldige ervaring. Ja, leuk. Ik zie er heel erg naar uit hoe de komende periode hier gaat verlopen. We zitten nu een beetje tegen het laatste aan. Morgen hebben we de finale opening. En dan moet alles eigenlijk perfect zijn. Nou, helemaal perfect lukt natuurlijk niet, want ik ga die molen helemaal graag malend willen hebben. Alles aangesloten. Maar het was toveren, al deze 4 maanden. Dus zover lukt het niet. Nou, er draait wat achter u, hè? Bijna althans. Er staat in ieder geval een molen achter u. Wat vindt u daarvan? Ik vind het helemaal geweldig gewoon. Ik heb
jarenlang kantoor gehouden naast de molen. Die werkte niet. De kap is er in de tijd afgeschoten in de oorlog 47-48. En de Israëli's hadden er zomaar iets opgezet en dat stond eigenlijk helemaal niet. Maar nu heeft hij helemaal een koninklijke toren, een koninklijke molen. En nou is uw organisatie een van de initiatiefnemers. Die is ermee begonnen. Wat vindt u daarvan? Ja, ik ben soms jaloers op mezelf en op de organisatie die dit allemaal tot stand kan brengen. Het is gewoon, ben allemaal jonge mensen en die zich er echt helemaal voor inzetten. Ja. En wat betekent het voor u? Een teken van hoop. Een teken van hoop dat het werk doorgaat, dat wij als christenen achter Israël blijven staan. I don't believe that the Jewish state and modern Zionism would have been possible without Christian Zionism. It's well represented here today by our Dutch friends who have been supporting Israel with their hearts and with everything that you can. We know the depth of this support. We appreciate it deeply. We value our friends. And we never forget them. And we think that you have helped establish here a powerful memorial to our friendship and our common ideals. So thank you.